Hallo kijkers van Teescapes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op Teescapes. En vandaag gaan wij lekker Skywars met jullie spelen. Ik zal het IP van deze server eventjes in de beschrijving zetten. Normaal zou Brian dit doen, alleen ik dacht laat ik dit ook maar gewoon eens doen. Want Skywars, ik merk dat jullie het heel leuk vinden. En doe gewoon eventjes een like als jullie meer Skywars ook met mij willen. Want ik vind het heel leuk om op te nemen en heel leuk om te streamen. Dus laten wij gewoon de eerste map joinen. We zijn de map Taiga gejoined en het ziet er hier redelijk koud en Taiga-ig uit. Ik weet niet eens of dat een woord was, maar ja, dat maakt niet uit. We zijn in ieder geval begonnen, dus laten wij onze chest vooral gelijk gaan looten. Zodat wij al het armor en alle kleren eruit kunnen nemen, eruit kunnen... wat is daar duur woord voor? Ik heb echt geen flauw idee. Zit hier op die boom nog iets? Nee, het lijkt erop van niet. Hebben wij hier een kelder? Wij hebben een kelder. Dus laten wij gauw deze kelder even bezoeken om te kijken of wij hier wat interessante dingen hebben. We hebben hier redelijk wat interessante dingen. En deze dingen moeten we gauw eventjes... High speed! Zo, hebben wij een enchanting table? Nee, die zal dan waarschijnlijk in het midden zijn. En we hebben hier onze eerste bezoeker. Onze eerste bezoeker! Oké, dat was redelijk makkelijk. Laten wij gauw wat meer hout gaan hakken. Want we hebben hout nodig, zodat we natuurlijk naar het midden kunnen. En in het midden, daar is onze enchanting table. En er zijn ook nieuwe chests. En ik doe dit niet zo heel vaak. Dus ik moet natuurlijk ook nog een beetje oefenen. Ik ben niet zo goed als Brian. Want hij doet het natuurlijk veel vaker als dat ik het doe. Ja, dat houtblokje moet ik ook hebben. Want we hebben hier dus zoveel mogelijk blokken nodig. En oh my god. Oké, dus één tip wat je moet doen in Skywars is je moet om je heen kijken. Want anders gebeuren dit soort dingen. En dat is niet handig. Nou mensen, we zijn gejoined. En dit is de map Trees, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Wij zitten hier met 12 man gelijk weer gezellig in deze gay party. En laten wij gauw hier beneden kijken of we chests hebben. We hebben vuur net helemaal van neuk. Dus laten we dat vuur gauw terugpakken. Maar eerst gaan we ons inventory mooi maken. Wij doen ons armor aan en we gaan kijken of er niemand komt, want wij maken niet dezelfde fout als die we net hebben gedaan. Want dat zou een beetje onhandig zijn uiteraard. Zo, dan gaan wij hier onze base een beetje bouwen, zodat we er niet makkelijk vanaf geschoten worden, want dat zou natuurlijk heel erg irritant zijn als wij er nu vanaf worden geschoten zoals dat hij probeert te doen. Maar dat gaat hem natuurlijk niet lukken, want wij zijn het Teescapes Army. Ja, ik noem jullie eigenlijk Teescapes Army, alleen ja, iedereen heeft knolbouwen en lumpiapouwen en Teescapes of PM Army en Team DDG. Hoe willen jullie heten? Hashtag puntje puntje puntje. Ik wil een naam voor jullie hebben. Dat lijkt me wel handig. Deze gozer die wil mij mijn eiland entreren. Is hier trouwens ook die glitch dat als je een chest verplaatst dat er dan weer spul in zit? Ik weet het niet zeker, maar dat kan best. Nee, dat zit hier niet helaas. Dat is wel een server, skywars.com als ik het goed heb. Alleen, die wou ik net eens doen. Alleen, die server die is uit of zo. Maar in ieder geval, dat maakt het allemaal niet uit. Maar daar heb je dus een glitch als je chest opnieuw plaatst. Dat je dan gewoon... ik zal even trouwens dit klein zetten. Hebben jullie wat meer FPS? Gewoon om je heen blijven kijken, Ties. Oké, het lijkt erop dat ze niet om mij gaan. Dus dat is handig. Dan kunnen wij ondertussen gauw doorgaan met het hakken van bomen. Want het is tenslotte de map Trees. En daar heb je heel veel bomen. Want trees zijn bomen in het Engels, voor de mensen die niet wisten. Ik ga ervan uit dat je dat weet. En ja, mocht je dat niet weten, weet je, dat kan. Dat kan zeker, want ja, ik kan eigenlijk best wel goed Engels voor mezelf. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik vroeger vaak naar zenders op tv als Discovery Channel keek. En dat soort dingen. Holy shit. You are not gonna win this. Oké, lijkt erop dat wij een muurtje moeten gaan bouwen. Heel... Wat? Hoe sterk is zijn boom? Nou, wij zijn aan de map Beach gejoined. En de afgelopen twee potjes gingen niet zo goed. Dus hopelijk gaan we dit potje wel knallen. Dat zou ik heel erg mooi vinden natuurlijk. En ja, hier power 1 bow. Ik weet niet, is dat zo goed? Power 1? Ik heb echt geen flauw idee. In ieder geval, wij doen ons armen mooi aan. Wij gooien deze bottles of enchanting op ons... Of niet, holy shit. Opeens gewoon allemaal bottles of enchanting. En oké, we hebben hier allemaal mooie dingen, maar daar hebben we op dit moment niks aan. Wij willen gewoon een mooie base, maar ik wil een base. Daar gaan wij voor, een base. Wij hebben hier en daar wat spullen daarvoor. Dus laten wij gauw die spullen gebruiken voor een base. Want wij willen niet weer doodgaan, lijkt me een beetje onhandig. Ja, tuurlijk wil je niet doodgaan, lijkt me ook allemaal vrij logisch. Er zit hier op deze boom een chest. Daar gaan we nu achter komen. En ik weet niet of het slim is wat ik nu doe.
Oké, hier zit geen chest. Oké, dan weten we dat, Laten we elkaar dit wol ook meenemen. Is allemaal... Oh, kijk, hier zit dus een chest. En dit is niet slim wat ik nu doe. Wij moeten die van onderen nemen. Zo, en dat klinkt heel... dat klinkt natuurlijk weer heel vies, optisch, maar ben ik grappig? Ja, ik weet het. Oké, dat doen wij elkaar ons allemaal aan. Hatsenflats. We hebben snowballs, altijd handig. We hebben dit. Een axe waarmee we hout kunnen hakken. Er komt nog niemand. Nee, oké, dat is mooi. Dat is zeker weer te mooi, want dat betekent dat wij nou eventjes een beetje voorbereidingstijd hebben. En misschien is het handig om een beest te maken in plaats van... ja, ik weet niet. Wat is handiger? Even kijken. Dit wordt dus sowieso ons slaan. Hiermee gaan we dingen mensen slaan. We hebben hier eten. We hebben zelfs een golden apple. Oké. En we hebben stone. Dus laten we misschien gewoon naar het midden rushen. Iedereen lijkt met zichzelf bezig. Laten we nog niet naar het midden gaan. Kijk, want nu is daar dus iemand gekild. Dus dat betekent dat die persoon zo komt en dan zo. Denk ik dat die naar mijn beest nu komt. En anders is hij pretty fucked up dumb. Dum, what the fuck. Op welke ei zitten wij? We zitten op ei 14, dus water dat omlaag stroomt, hebben we niet zoveel aan. Want mocht je natuurlijk van je eiland afvallen, kon je in het water komen. En er zijn nog 7 man alive. Oké. Laten we elkaar verder gaan met dit bol hakken, slaan, whatever je het noemt. Zo, oké. Het lijkt erop dat... Ik denk dat we daar gewoon naartoe gaan. Gewoon YOLO, weet je wel? Oké, Ties, je kan dit. You can do this! You can motherfucking do this! Ja, oké. We gaan er gewoon voor. En als het niet lukt, dan hebben we gewoon pech. Oké, dan hebben we gewoon pech. Oké, die is van mij. Hier zit verder niet zo heel veel speciaals. Ja, behalve diamonds, maar daar heb je niet zoveel aan. Of kan je dat met zo'n ding hakken? Oh, dat kan je niet eens hakken, joh. Kan diamonds niet eens hakken? Oké, ja, dan weten we dat ook weer. Oké, dan gaan we naar dit eiland gauw toe. Jump! Oh kijk, hier hebben we nog heel veel loot. Dat is dus zeker weten handig, dat wij hier nog heel veel loot hebben gevonden. Deze bottles of enchant, ik weet niet zeker of ik er heel veel dingen aan heb. Maar we gaan het gewoon innemen. En we zijn inmiddels bijna level 30. Holy shit, ja bijna. Je kan ook overdrijven, Ties, weet je. Ja, je kan inderdaad heel erg overdrijven. Oké, kijk. Als hij die chest niet had gepakt, heeft hij deze uiteraard ook niet gepakt. Holy shit. Dit is best wel cool. Ja, dat kan je dus niet hakken. Dat wel. Maar diamonds niet. Waarom kan je de diamonds dan weer niet hakken? Ja, weet je, als de server dat goed vindt, als dat zo moet, dan moeten we er maar mee leven, denk ik dan. Oké, dit nemen we mee. Dit is een beetje dom wat ik hier heb gedaan, want nu komen we zelf niet meer weg. En ik ga die jump niet wagen, want we willen natuurlijk niet doodgaan, want er zijn nog 5 warriors alive. Zullen we gewoon naar het midden gaan? Oké. We moeten nu nadenken. We kunnen naar het midden gaan, maar we kunnen ook op die gast gaan. Hij is dus afgeleid. We gaan het gaan doen, oké? We gaan gewoon zo snel mogelijk hopen dat we niet geraakt worden. En als we geraakt worden, hebben we gewoon pech. Maar als we natuurlijk in het midden uitkomen, dan hebben wij heel erg veel geluk. Want dan hebben wij super veel stuff. Ze zien me nog niet, Oké, dat is mooi. Wij hebben hier nog meer steen. Laten we gauw die steen even pakken. Oké, we gaan dit doen. Er is niemand in het midden. Het midden is gewoon van mij. Ik voel het. Ik voel intense kracht, dames en heren. Ik voel het. Het is ons gelukt, dames en heren. We hebben het midden geëntreerd. Als dat een woord is. Nee, dat is helemaal geen woord. Ties, waarom zeg je allemaal woorden die niet eens bestaan? Nou, we zien hier... Oh, ja, die willen we zeker weten hebben. Dan hebben we die niet meer nodig. Zit hier een enchanting table? Nee, wat heb je dan aan die bottles of enchanting? Kan je daarmee mensen ondergooien of zo? Dat kan, misschien. Ik weet niet of dat handig is. Nou, we hebben in ieder geval eten. Dus dat is handig. Die pickaxe hebben we op dit moment niet meer zoveel aan. Oké. Nou, er zijn nog 3 mensen over. Dus ik denk dat het gewoon handig is als we gewoon gaan rushen. Want we hebben golden apples. Kijk, daar komt iemand. Oké. Als we nou gewoon slim doen. Ah, jongens. Oké. Hij moet ons niet zien, want anders dan zijn we natuurlijk fucked. Want anders, ja, dat zou heel kut zijn als hij ons nu gaat zien. Heeft hij ons gezien? Dat is de vraag. Oh my god. Daar is de andere. En daar is de andere die over is. We kunnen ook naar die gozer toe gaan, maar die heeft gewoon een beest. Als hij me nou niet ziet hier. Oei! Godsamme. Oké. Denk, Ties, denk. Ja, maar hij blijft ook maar komen. Yes! Yes! We hebben nog 1 iemand die we moeten killen. En dat is hij. Oké, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon rushen. I don't care. I don't give a fucking shit. I don't give a fucking shit. We gaan gewoon YOLO. Oké.
Ja, die visengel van jou, meneer, die heeft gewoon geen zin, weet je dat? Ah, damn it. Fuck! Nee! Oh, GG. GG. GG, motherfucker. Ja, oké, ik bedoel, kijk ook wat voor een beestje heeft. Het is een beetje campstar, maar mensen, het maakt allemaal niet uit. Het is die gozer gegund. Willen jullie nog meer Skywars? Doe dan vooral even een like op deze video. Abonneer op Thies Games om op de hoogte te blijven van wanneer ik natuurlijk video's upload. En mijn naam is Thies. En jullie hebben gekeken naar een video op Thies Games. No shit, Sherlock. Mensen, tot de volgende keer. Later.